Lieve toehoordertjes, jullie weten dat er soms veel ruzie gemaakt wordt in het grote dierenbos, hè? Ja, dat zit hem waarschijnlijk in het weer. Want als de zon niet altijd schijnt, nou, dan worden de dieren wel eens prikkelbaar. Dan kunnen ze niets van elkaar velen, zo gezegd. Nou, en als er dan ook maar iemand een verkeerd woord zegt, dan heb je het gegooi in de glazen. Dan wordt het kiften en kijven. Jodokus de marmot, zo lees ik hier in de fabeltjeskrant, werd er geheel wanhopig van. Je kunt niet meer op de open plek komen, of er is ruzie. Ik vind het zo naar. Ach, wat kan jou dat schelen? Wij zitten lekker gezellig in ons holletje, als wij maar geen ruzie hebben. Ja, dat is waar. Maar toch vind ik het naar dat de andere dieren zo slecht met elkaar kunnen opschieten. Want dat is niet nodig. Ach, waar maak je je toch druk om? Wij merken er niks van als we rustig in ons hol blijven zitten. Maar het zijn toch onze mededieren? Die kunnen we toch zomaar niet ruzie laten maken? Nou lijkt je juffrouw Ooievaar wel, zeg. Die wil ook altijd helpen. Inderdaad, juffrouw Ooievaar was alweer druk bezig om de ruziemakende dieren tot bedaren te brengen. Dieren toch! Stilte! Waarom maken jullie toch zo'n ruzie? Omdat we daar zin in hebben. We zijn gek op ruzie. Maar we moeten toch lief zijn voor elkander? Ik zou niet weten waarom. We hebben niks anders te doen. Waarom zouden we dan geen ruzie maken? Ja, gewoon voor de gezelligheid. Met jullie is niet te praten. Jullie zijn verstokte ruziemakers. We vragen toch ook niks? Laat ons. Goed. Dan moeten jullie het zelf maar weten. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ja, dit weten we. Ik ga maar gezellig de fabeltjeskrant zitten lezen. Dan kunnen wij weer fijne ruzie maken, nietwaar? Slecht uitgevallen hond. Inderdaad, rode kunstwolf. Lelijke, lekkere hapjespinker. Dat is de kif. Het enige wat jij kan, is op die gekke trekharmonica spelen. Die doos met valse kat. Wil jij je mond wel eens houden? Ik denk er niet aan. Het chique idee. Ik zeg toch wat ik wil. Bravo. Doe maar. Nee, zal ik zeggen wat ik wil. Een rode rak. En zo gingen ze maar tekeer tegen elkaar. En ze werden al bozer en bozer. Maar intussen was Jodokus de marmot op de open plek aangekomen. Hoor maar. Ze vliegen elkaar weer in de haren. Oh, wat erg. Zelfs juffrouw Ooievaar heeft er niks aan kunnen doen. Jodokus, bemoei jij er niet mee, zeg. Er is niets aan te doen. Laat ze maar in hun eigen sop gaar koken. Ze willen nu eenmaal ruzie maken. Laat ze dan maar. Waarom? Ze willen helemaal geen ruzie maken. Maar ze kunnen niet meer anders. Hé, dag, mededieren. Hé, mag ik ook meedoen? Ja, met wat? Met ruzie maken. Ruzie maken? Ze vochten alleen maar een beetje bek. Dat is alles. Nou, als jullie leuk ruzie willen maken, kom dan mee naar het hol van Droes en mij. Dan kan Droes ook meedoen. En ik ook. Droes? Hé, we kijken wel uit. We willen helemaal geen ruzie. Nee, zeker niet met Droes, de andere beer. We zijn eigenlijk hele goede vrienden. Niet waar, meneer de Raaf? Het zijn twee lammetjes. Nou, dan heb ik me vergist. Maar kom toch maar mee naar ons hol, hè? Dan gaan we het gezellig maken. En zo zat iedereen even later knus bij elkaar in het hol van Droes en Jodokus. En iedereen had plezier. De enige die er de dampen in had, was mejuffrouw Ooievaar. Nou zeg, heb ik nog wel zo mijn best gedaan. Maar ja, dat is maar net hoe je het aanpakt, hè?